Volgende actuele vraag is van de heer Jan Hofkes tot de heer Muiters over de invulling van vacatures op Brussels Airport. Meneer Hofkes. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik moet zeggen dat ik na de vorige vraag wat aarzelde om nog naar beneden te komen, maar ik heb uw wenken goed begrepen. Dat is beweging. Ik heb mijn stukje sport al gedaan en de leeuw is voor zelfs. Nee. Alle gekheid op een stokje. Brussels Airport slaakte een noodkreet enkele dagen geleden, omdat blijkbaar op de luchthaven van Zaventem honderden vacatures niet ingevuld geraken. Men spreekt over 500 vacatures die structureel permanent niet ingevuld raken. En men heeft een prognose die zegt dat men een groei kan realiseren van wel 10.000 jobs de komende jaar tot 2025. En het gaat om jobs, niet alleen technische functies, maar ook kortgeschoolde, laaggeschoolde. En het niet invullen ervan is natuurlijk een probleem, omdat dit een rem zet op de groei van de luchthaven. Maar des te opmerkelijker, omdat in het Brussels Stedelijk Gewest de werkloosheid en de jeugdwerkloosheid toch nog altijd enorm pieken. En vandaar dat die toch onze bijzondere aandacht verdient. De luchthaven van Zaventem is een belangrijke groeipool. En het zou te betreuren zijn indien het niet kunnen invullen van vacatures een rem zou zijn op deze groei. Er worden daar diverse oorzaken voor geciteerd, onder meer de mobiliteit, openbaar vervoer dat niet afgestemd is op vaak variabele werkroosters of een taalprobleem dat wordt gesignaleerd. En vandaar mijn evidente vraag, meneer de minister, welke initiatieven plant u en de VDAB eventueel en hopelijk in samenwerking met Actiris om dit probleem aan te pakken? Minister Muiters. Dank u wel. En meneer Hofkes, ik ben eigenlijk blij dat u de vraag stelt. Ten eerste omwille van het feit dat die 500 permanente vacatures die openstaan, mag niet verkeerd begrepen worden. Dit zijn niet 500 jobs die sowieso niet ingevuld geraken. Dat is 500 instroom, uitstroom. Dus er zijn, van die 500 jobs worden de meeste wel ingevuld, maar ondertussen zijn er weer al nieuwe vacatures. En zo blijf je eigenlijk met een openstaande van 500 zijn, maar dat is niet die 500 zelfde die continu open blijven, voor alle duidelijkheid. Dat is het eerste. Twee, u hebt de knelpunten die er zijn, de grootste knelpunten die ondervonden worden, hebt u er al twee van genoemd. Dat is de drietaligheid. Er wordt bijna op alle luchthavenjobs drietaligheid gevraagd, of toch bij heel vele. Ten tweede, de mobiliteit is een probleem, daar hebt u het ook over gehad. En drie, de flexibiliteit die nogal eens gevraagd wordt. Mensen moeten vroeg aanwezig zijn of heel laat aanwezig zijn. Dat zijn drie grote problemen. Nu, ik vind dat we in de luchthaven eigenlijk een hele mooie aanpak hebben. Van 13 oktober vorig jaar, 2013, hebben we het luchthavenhuis. En in het luchthavenhuis komt iedereen samen. Ik bedoel daarmee de drie bemiddelaars, Actiris, Forem en VDAB, maar ook de POM van Vlaams-Brabant, de VOCA Halle-Vilvoorde zit daarbij in, en bovendien de NMB's en de Lijn. Zij samen zijn de luchthavenhuis. En na dat jaar werken heeft men ook ontdekt, en dat vind ik een heel positieve zaak, dat zij beter de werkgevers hebben leren kennen en zo ook beter die vacatures ingevuld krijgen. Want zoals zo vaak, er wordt wel een vacature uitgeschreven, maar de competenties en talenten die je werkelijk nodig hebt, zijn daarvoor niet degene die in uw vacatures staan. Dus vanuit de VDAB is er een heel panoplie, maar de tijd zal het niet toelaten dat ik alles naar voren breng van elementen die al aangepakt worden of in aanpak zijn. Ik geef voor u eentje rond mobiliteit. De NMBS is akkoord gegaan dat bijvoorbeeld de Diabolo-toeslag, dat die niet geldt voor medewerkers op de luchthaven. Denk ik een belangrijke zaak in de mobiliteit. Of er is vandaag, gesprekken zijn er lopende met de MIVB om het aanbod meer op het werk af te stemmen. Maar zo kan ik u nog een heel pak, maar mijn tijd is om, zie ik, nog kunnen geven. Maar ik denk dat we eigenlijk een sterke basis hebben gelegd die nu verder moet uitgerold worden op die luchthaven. Maar alle spelers doen mee. En dat, denk ik, is de sterkte van het nieuwe instrument, dat luchthavenhuis. Meneer Hofkes. Dank u wel, meneer de minister. Inderdaad, een mooi menu van acties die ondernomen worden. En ik denk dat we daar op de goede weg zijn. Nu heb ik er mij vanmiddag eens mee bezig gehouden om te doen alsof ik een Brusselse werkzoekende ben, jongeren. En ik ben eens naar de website van Actiris gegaan. En ik heb daar het sleutelwoord luchthaven ingegeven. Ik kreeg 16 vacatures. Ik heb het woord aéroport ingegeven, het Franse woord. Ik kreeg 0 vacatures.
Dus ik zou toch durven pleiten, meneer de minister, ik weet dat wij in Vlaanderen zeer veel initiatieven doen, maar ik zou toch durven pleiten dat u toch ook eens... Ik heb het in alle mogelijke spellingswijzen gedaan, met en zonder accent. En zelfs in het Engels, nog opmerkelijker, meneer Sonders, in het Engels airport, denk dat het juiste woord is, 29 vacatures. Dit maar om te zeggen dat er daar blijkbaar toch een probleem is en dat in de samenwerking die u hebt met Actiris, dat daar misschien toch ook nog eens de aandacht kan gevestigd worden op de win-win die we hier kunnen realiseren. Er zijn vacatures die kunnen ingevuld worden, er is een werkloosheid in Brussel, maar ik denk dat het van alle actoren en ook van Actiris in de eerste plaats toch een extra zetje verdient. Dank u. Dank u. Wie wens aan te sluiten? Wie wens aan te sluiten? Meneer Van Malderen, zeg. Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Hofkes legt eigenlijk heel nadrukkelijk de vinger op de wonden. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat vacatures blijven openstaan in de Vlaamse rand. En er duizenden, vele duizenden jongeren hier in Brussel werkzoekend langs de kant blijven staan. En u beseft dat al lang, meneer de minister. In 2011 heeft u al een samenwerkingsakkoord gesloten, VDAB Actiris, met daarbij het engagement om per jaar minimum 1500 vacatures uit de Vlaamse rand ter beschikking te stellen aan Actiris om die Brusselse werkzoekenden aan een job te helpen en de vacatures die hier in de Vlaamse rand moeilijk ingevuld geraken uiteindelijk wel in te vullen. U zou 6 werkzoekenden krijgen per vacature van Actiris. Als ik mee Hofkes hoor, dan is ons samenwerkingsakkoord van 2011... helaas nog niet geslaagd te noemen. Dus wat zal u doen om dat effectief tot uitvoering te brengen? Wat kan u doen om die 1500 arbeidsplaatsen per jaar effectief in te vullen? Mevrouw Talpe. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, nu, de problematiek is niet nieuw. En er zijn inderdaad een drietal basisproblemen. Dus de knelpuntvacatures voor technische beroepen, de kennis van de tweedelandstaal en de gebrekkige verbinding via het openbaar vervoer, in het bijzonder, zoals u aanhaalt, bij late en vroege arbeidstijden. En het blijft immers een vreemd verhaal dat de luchthaven, die per definitie nooit slaapt, niet continu bereikbaar is voor het, door het openbaar vervoer. En mijn vraag aan u is eigenlijk, want Brussels minister Pascal Smet heeft aangekondigd initiatief te nemen om te gaan praten met de MIVB, of u bereid bent een breder overleg op te starten tussen de ministers van Werk en Mobiliteit van de twee gewesten om aan deze problematiek te remediëren. Dank u. Meneer Van Malderen. Ja, voorzitter, om de zoveel tijd hebben we het over de relatie tussen Zaventem en de Brusselse arbeidsmarkt, maar meteen ook de complexiteit en de hardnekkigheid van dat probleem onderschrijft. Een vaststelling die een beetje haak staat op eerdere beweringen van sommige partijvoorzitters, als zou iedere jongere met een cv wel aan een job geraken. Maar ik stel vast inderdaad dat minister Smet zijn verantwoordelijkheid pakt op het gebied van mobiliteit. Ik raad, en zit daar op dezelfde lijn als collega Botuinen, toch ook u aan om die samenwerking met Actiris te bekijken. Want als de collega zich inleeft in een Brusselse jongere die amper vacatures vindt op een plek waar er kennelijk enkele honderden zijn, ja, dan is dat uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid van VDAB om vacatures door te spelen aan Actiris. De vraag is, als er zo weinig zijn, laat men ze dan niet doorstromen? En tweede, verantwoordelijkheid van Actiris om met die vacatures aan de slag te gaan en jongeren toe te leiden naar die jobs die er zijn. Die samenwerkingsakkoorden zijn niet nieuw. We hebben altijd gehoord van het gaat de goede richting uit, het gaat de goede richting uit. Alleen moet ik vaststellen dat we hier wel goed blijven die oproepen horen. Dus ik zou zeggen, meneer de minister, meer ambitie zou u sieren. Minister Muiters. Dat is omdat u niet alles kent natuurlijk, meneer Van Malderen. En dat kan ook niet, niemand kan alles kennen. Maar ten eerste, ik wil het hebben over die databank. En die databank is er, hè. Er is een deeldatabank, wellicht nog niet door Actiris in veld gezet, nochtans dat zou moeten, want zij zijn partner in het luchthavenhuis, dus zij zouden diezelfde moeten hebben. In die databank zitten alle luchthavengebonden vacatures. Dat is het zelfs zo dat er een speciale module is gegaan naar mijn VDAB voor de werkgevers, die het mogelijk maakt om zelf uw vacatures als werkgever daarop te zetten, waarbij de VDAB nog helpt om die vacatures op de beste manier te gaan beschrijven. Het is zo dat vandaag 96 van de 260 bedrijven in de luchthaven daarmee samenwerken en een accountmanager zal de volgende weken en maanden al die anderen die er nu nog niet in zitten gaan
bezoeken om hen uit te leggen welke de meerwaarde is van die medewerking aan mijn VDAB voor de werkgever om de vacatures op te zetten. Die samenwerking die slaat natuurlijk niet alleen meneer Botuinen op de luchthaven, die slaat natuurlijk op heel Vlaams-Brabant. En ik kan zeggen dat op de luchthaven alleen het afgelopen maanden er 450 plaatsen, als ik het juist heb, maar het is iets dat uit mijn geheugen komt, 450 plaatsen dat die effectief zijn ingevuld vanuit Actiris naar de luchthaven, gebonden activiteiten op de luchthaven. Ik ben dus wel wat verbaasd met de opmerking, maar het zal wel juist zijn. Ik zal dat ook opnemen met Actiris om effectief te zeggen dat zij ook die databank dan effectief gaan gebruiken. Mevrouw Telpen, u vraagt naar MIVB toe. Uiteraard, het is die luchthaven, het luchthavenhuis die zelf vandaag met MIVB die gesprekken voert. Daar zit VDAB in, daar zit Actiris in, daar zit Forum in. Ik ben heel blij dat ook collega Pascal Smet zich daarachter zet. Ik zet mij daar volkomen achter om dat te bekijken. We hebben met NMBS, vind ik al, een goede deal gedaan, dat die Diabolo-toeslag niet moet betaald worden daar door die medewerkers. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. U sprak ook van de knelpuntvacatures, waarop zijn die? Ja, daar proberen we vanuit VDAB met een sterk programma op te remediëren. Er is voor de luchthaven een IBO. IBO is individuele beroepsopleiding. Dat is het leren werken op de werkvloer, de opleiding krijgen op de werkvloer. Er is een IBO-consultant specifiek voor de luchthavengebonden activiteiten. Dus om daar met de kennis van zaken die ze ondertussen hebben opgedaan, de juiste profielen te selecteren die dan met opleiding effectief op de werkvloer aan de slag kunnen. Er is een speciaal programma Nederlands op de werkvloer, ook voor de luchthavengebonden activiteiten. En er zijn specifieke opleidingen, door dat jaar meegaan. Weet u dat voor elk bedrijf heeft maar één accountmanager. Niet een accountmanager heeft één bedrijf, maar elk bedrijf heeft één accountmanager. Dus je hebt als bedrijf uw aanspreekpunt binnen dit luchthavenhuis. En zo heeft die accountmanager veel beter zicht, die bemiddelaar veel beter zicht op wat jij als bedrijf juist moet hebben. En op die manier kan er ook specifieke opleidingen gegeven worden. Dus ik kom af. Ik denk niet dat ik een tentje moet bijsteken, omdat we opnieuw echt proactief aan het werken zijn. Maar de uitrol van wat er vandaag gebeurt, moet verder gebeuren. Zoals ik zei, 96 bedrijven, dat zouden er nog dik boven de 100 moeten worden. Maar de basis is er. En ik denk dat de VDAB hier samen met zijn partners echt een voorbeeld heeft gedaan van hoe pak je een probleem aan. Meneer Hofkes, slotopmerking. Dank u wel, meneer de minister. En inderdaad, ik onderschrijf volledig dat de initiatieven die werden genomen zeer goed zijn en succesvol zijn. Alleen, denk ik, is het wel goed om ook te zien of alle andere partners, en met name Actiris, even vlot mee fietsen in dat verhaal om het toch terug over sport te hebben. Dank u.